Dat Bernard door een of andere waanzin was getroffen voor hij naar Parijs kwam, kan nooit zo abrupt ontdekt zijn. Floris, de beroepsroddelaar, had er vast al eerder op gezinspeeld of details verteld, maar ik ben vergeten wanneer en wat en hoe. In ieder geval kan hij mij niet iets substantieels medegedeeld hebben, want duidelijke aanwijzingen zouden mij bijgebleven zijn. Dat hij alles van Bernard wist, staat buiten kijf. Floris snuffelde in laden en kasten van andermans huizen, stal brieven en documenten voor zijn onoverzienbare collecties, telefoneerde uren met vrienden, kennissen, medeplichtigen, hield een dagboek bij dat toen al monsterachtige proporties vertoonde. Nu, na al die jaren, schiet het mij te binnen dat ik, die in niets op Floris lijk, eigenlijk een even volumineuze, zij het chaotischer opeenstapeling van tegenstrijdige, vluchtige prullaria met mijn meters, waaruit ik nauwelijks iets kan distilleren dat enige betekenis heeft. Straks maak ik mezelf nog wijs dat het die opeenstapeling is die mij door haar willekeur, haar gedachteloze overwoekering heeft belet inzicht te krijgen in wat? In iets dat mijn leven had kunnen zijn. Iets dat alleen mij toebehoorde. Misschien was het besef dat een gelijke, zachte vernieling hem bedreigde, de aanleiding voor Bernard om zich in die dagen in isolatie terug te trekken en zich zo hopeloos aan Sabine, of aan zijn voorstelling van Sabine, vast te klampen. Nog even verder met mijn schuldig requiem, met mijn Polaroid-opname, zoals ze aanvankelijk op de markt verschenen, met onwerkelijke terracotta-kleuren, amberen rook in hoeken, melkige vegen, geïriseerde spatjes. Een zachte vernieling heet de nieuwste roman van Hugo Claus. U hoorde hem zo net zelf een stukje voorlezen. Na de omvangrijke, brede, barokke roman Het verdriet van België komt Claus in zijn nieuwste boek terug met een liefdesverhaal in koel en somber taalgebruik. In Een zachte vernieling komt niemand er ongeschonden vanaf. De belangrijkste hoofdfiguur, de dichter Bernard Walens, wordt achtervolgd door zijn oorlogsverleden en wordt uiteindelijk gek door een onbereikbare liefde, Sabine geheten. Op dit meisje is ook de ik-figuur, de verteller van het verhaal, André Maartens verliefd. André Maartens was ooit schilder, maar is vervallen tot een bezadigd directeur van een cultureel centrum. Het is door de ogen van de ik-figuur dat we een verbitterde, cynische terugblik krijgen op de wilde jaren van een groepje kunstenaars die morrelden aan de gevestigde orde. Zowel Maartens als Walens hebben in de jaren 50 ooit deel uitgemaakt van een kunstenaarskolonie in Parijs. Van daaruit prediken de dichters en schilders een nieuwe maatschappij en de experimentele kunst. Ze hebben zich verenigd in de kunstenaarsgroep Azur. Er werd geschilderd met de handpalmen en er worden gedichten geschreven zonder hoofdletters en punten. Al gauw herkennen we in de kunstenaars van Azur trekjes van de Cobra-groep. Cobra, waarbij Claus in Parijs ook een tijdje betrokken was. Ik ging naar Gent om met Claus te spreken over de parallellen tussen zijn Parijse ervaringen en de lotgevallen en wederwaardigheden zoals ze in zijn laatste boek beschreven staan. Maar eerst vroeg ik hem of er een bepaalde aanleiding was geweest om juist nu met dit boek te komen. Met andere woorden, werd Claus door een bepaalde noodzaak gedreven om juist nu deze roman te schrijven? Er is een soort noodzaak om te schrijven, hoe dan ook. Niet bepaald dit of een ander boek. Ik had het sterkste met Het verdriet van België, maar dat heb ik dan 20 jaar lang opgespaard. Ik wou ooit eens een roman schrijven over een klein stadje in België voor, tijdens en na de oorlog. Dat wou ik ooit eens doen om bepaalde dingen te capteren en te behouden voor nageslacht wat daar zo heftig zit om te trappelen. En zo wou ik ooit eens een korte liefdesroman schrijven in heel simpele taal, iets wat door iedereen kan gelezen worden, over de tijd rond de jaren 50 in Parijs.
Dat heb ik ooit eens willen doen. En ik heb een grote map. En daar staat heel protserig op ideeën. En dat, daar vind je dus alle mogelijke opzetten en probeersels. En dus wat ik als noodzaak ervaar, wat ik ooit eens wil doen, dat komt daarin. Het tijdstip, het leek me leuk na het krediet van België, wat nogal massief was en complex, om die hele simpele, althans ogenschijnlijk simpele, roman nu te plaatsen. Ja. Maar dit ligt ook in het geheugen natuurlijk, die tijd. Het is, bedoel, daar kunnen we later op terugkomen. Ik wil het daar niet op toespitsen, maar het is voor een deel autobiografisch. Zoals het is voor een gedeelte autobiografisch, omdat de held van het boek, althans de verteller van het boek, die is huisschilder, daar ben ik ook geweest. En ik ben op een bepaald moment naar Parijs geweest. Op een bepaald moment mensen van een zekere kunstrichting gefrequenteerd, zoals in het boek beschreven. Dus dat zijn incidenten die toegespitst zijn op wat ik zelf heb meegemaakt. Alleen zijn ze niet waarheidsgetrouw. Nee, dat hoort allemaal bij de fictie. Mm-hmm. En het was ook helemaal niet mijn bedoeling om dat levensgetrouw te schetsen, want anders had ik dan memoires geschreven of een of andere historisch gefundeerde reeks overzichten over die tijd. Mm-hmm. En ik vraag me altijd af bij schrijvers, we hebben een tijd een serie gehad over het geheugen van de schrijver. Maar ik vraag me af hoe dat dan in je geheugen, hoe je dat naar boven haalt. Er staat ergens in het boek, als ik dan heel brutaal, zeg maar, de ik-persoon of die André Maartens met u vergelijkt, die zegt hij, ik heb alleen nog maar Polaroid-foto's. Ja. Is dat bij u ook zo? Alleen maar snapshots? Ja, ik heb denken en consequent denken en ratio is niet mijn sterkste kant. Ik kan het wel, als ik me heel erg inspan, zie ik een schaduw van een aanzet van denken bij mij. Dus het gaat voornamelijk om sensaties, emoties, waarbij ik een rationeel verband probeer te zoeken. Dat is wat mij bezighoudt bij schrijven. Ik ga dus vooral niet uit van een bepaald plan om die of die stelling te symboliseren of bedoelingen omtrent de wereld en waarom en hoe de wereld in elkaar zit, om dat ook in romanvorm te gaan illustreren, dat is heel ver van mij af. Hoewel ik denk dat die wereld vorm krijgt nog even nadat je, zoals het oeuvre zich vormt, zeg maar. Ja, precies. Binnen zo ongeveer een goede 20 jaar, als ik totaal seniel in mijn rolstoeltje zal zitten, dan zal er een jonge, kwieke student langskomen en die zal dan de filosofie van mijn oeuvre kunnen bevroeden. Mm-hmm. Pas dan, als alles rond en klaar is, althans als er niets meer toegevoegd wordt. En zelf, doet u dat zelf niet? Want ik heb wel eens een gesprek met Harry Moelis gehad, die dat wel kan. Ja, maar voor mij is het alsof de koe die melk heeft ook in de melkbar staat. Ik bestrijk ook een totaal ander gebied dan Moelis. Mm-hmm. Hij is nog altijd bezig met een concept. Hij wil een concept leveren van hoe hij vindt dat de wereld in elkaar zit. Hij is aan het verklaren. Hij probeert te verklaren. Ik heb me neergelegd vanaf mijn zesde levensjaar bij het feit dat de wereld helemaal niet te verklaren is. Dat het één grote duisternis is, waarin hier en daar een rare glimp is op te vangen. En die glimp, die is dan zeker irrationeel. Dus het is eigenlijk alleen maar... Voor u bestaat alleen de daad dan? Voor mij bestaat alleen de begeerte naar een daad. De weg naar een bepaald uitzicht, wat er zeker niet is, maar dat mag de pret niet drukken, dat moet toch gebeuren. Het is er is een heel mooi woord, middeleeuws woord voor, de kweeste, ja. La quête. En dat is het... Dat is het overigens wat een aantal van de personages uit mijn boek drijft. Mm-hmm. Het is
heel zelden gaan ze achterover leunen en proberen ze een schaakspel op te zetten met de wereld of proberen ze een tegenwereld te vormen. Want eigenlijk is mijn tegenwereld het geheel van wat ik doe. Mm-hmm. Het is dus niet als opzet per boek, maar als opzet, dat is niet eens als opzet, maar als resultaat van alles wat ik samen doe, dit zal op een of andere manier een tegenwereld vormen. Terugkomend even op dat geheugen. U zei, ik heb een map en daar liggen die ideeën in. Bij zo'n boek over die zich afspeelt, zo'n boek dat zich gedeeltelijk afspeelt in die cobra-tijd. Moet je dan ook naar plaatjes kijken, naar oude foto's, om bepaalde dingen op te halen? Want het bedoel van cobra zijn heel veel foto's en dingen, brularia zoals hij dat schrijft, overleverd. Nee, ik hoef zeker geen cobra-boeken in te kijken. Dat heb ik ook niet gedaan, want dat is op mijn netvlies gebrand. Ik bedoel, dat ken ik door en door. Wat ik wel deed was oude tijdschriften inkijken. Zo, van wat nu Paris Match is, wat vroeger Match heette. Dit oude Franse tijdschrift. En, voor de mode of de tijdsbeeld? Nee, omdat ik kan niet rekenen. En dus ik schrijf bijvoorbeeld dat een hotel 7000 frank kost, maar het kon net zoveel en ik kon net zo goed schrijven 70. Maar dat weet ik niet meer. En dat weet ik nu ook niet. Maar toen waren het oude Franks ook nog. Ja, natuurlijk. Dus wat dat betreft, heel praktisch, heb ik me daar ook een beetje gedocumenteerd, want dat weet ik niet meer. Nee, omdat sommige schrijvers, die gaan ook weer, heb ik wel eens gehoord, in die serie van het geheugen, zeg maar. Sommige schrijvers die pakken een oude krant uit de jaren 50 om dat beeld bij hun op te toveren. Ja. Maar dat heeft u niet nodig. Tijdschriften voornamelijk. Ja, tijdschriften. Nee, en omdat het ook niet mijn bedoeling was om, zoals ik daarnet zei, om dat haar fijn weer te geven. Die tijd dient als achtergrond voor het verhaal van de passie. Toch roept u op een hele goede manier, vind ik, die... Zeg maar die existentialistische periode op. Het is ook haast zo geschreven, denk ik wel eens. Ja, en iemand die het een beetje aandachtig wil lezen, zal zien dat de stijl anders is dan bijvoorbeeld in Het Verlangen of in andere boeken van mij. Ik moest denken, het is niet echt vergelijkbaar, maar ik moest denken aan bijvoorbeeld aan boeken van Camus. Ja, ik wou een... wat de Fransen noemen een écriture blanche, een witte schriftuur. Dus weinig voluten, spiralen, weinig barok, stoei met de taal, maar zo helder mogelijk. Maar bij mij is dat helder al complex genoeg als je het vergelijkt bij het eerder matte schrijven van bijvoorbeeld veel Noord-Nederlanders. Mm-hmm. Ja. Die cobra-tijd tot nu toe heeft u, ik heb eens een paar oude interviews gelezen met u, u heeft daar nooit veel over gezegd. Of er is u nooit over gevraagd misschien, dat weet ik niet. Ik heb ze niet allemaal gelezen, die interviews, maar u bent nooit erg spraakzaam geweest over die periode. Oh, ik ben helemaal niet spraakzaam, hè. U merkt het, ik kom met moeite uit mijn woorden. En zometeen zal ik vreselijk beginnen stotteren. Ik had ook niks te vertellen over die cobra-periode, geloof ik. Nee, andere mensen die zijn daar anekdotisch over geweest, of die hebben verhalen, of die hebben dat ook. Nou, misschien laten we het houden bij wat u daarnet zei, dat men mij het waarschijnlijk niet gevraagd heeft. Omdat men ook mij niet automatisch bij cobra rekent, nietwaar? Ik ben wel aanwezig geweest. Ik heb wel in het begin, toen ik dacht een schilder te zijn, tentoongesteld met een aantal cobra-leden in cobra-tentoonstellingen. Maar daarna heb ik dat voornamelijk in de stilte en in de afzondering geopereerd als schilder. Dus dat betekent dat men niet onmiddellijk aan mij denkt. Maar vindt u zichzelf niet bij horen in die jaren 49, 51? Toen wel, maar vrij gauw. Zeker als op plastisch gebied heb ik afstand genomen. Mm-hmm. Omdat de visie en de optiek van Cobra mij al te beperkt leek en te eng.
Wat ook wel blijkt uit het boek, maar daar kunnen we later wel op terugkomen. Ja, als u maar graag een even langs wil komen, dan zullen we dat gezellig over bomen. Nu niet, dus. Oh. Dat kan best, hoor. Ja. Nee, want ik vind het nogal... Ja, we kunnen het eigenlijk nu best op. Ja, kijk, de verteller heeft een vrij ironische kijk op... Verbitterd, misschien. Ja. Mm-hmm. En dat is niet mijn kijk. Dat is de verteller 30 jaar later, die een zachte vernieling heeft ondergaan, want hij is directeur van een cultureel centrum. Nou, lager kun je niet vallen. Denkt terug aan die Parijse tijd, waarin hij misschien een zweempje van een of ander talent zou gehad hebben, alhoewel zich dat niet heeft gemanifesteerd. En dat, zo zijn mensen nu eenmaal, dan keert hij zich niet tegen zichzelf, maar wel tegen de anderen die het zogezegd wel gemaakt hebben. Dat is het cynisme. Het is rancune, het is bitterheid, het is... het eigen staat niet willen accepteren en die verbloemen en die op andere mans rug schuiven. Maar als je het boek leest, lijkt het wel alsof bijna iedereen een zachte vernieling heeft ondergaan. De een is ergens, die doet een bedrijfsblaadje ergens. Ja. De ander, er zijn mensen doodgegaan. Ja. Maar heel veel meer dan een vernieling staat er ons niet te wachten. Uh-huh. Maar goed, maar je bent te piepjong om dat te weten nog. Uh-huh. Maar die persoon die kijkt 30 jaar later, het verbittert terug. Maar ik heb ook het idee dat hij al tijdens, dat hij daar aanwezig is in Parijs, bij dat azuur, wat dus enigszins vergelijkbaar met Cobra is, heeft hij al een hele wantrouwige kijk op die mensen, wat ze doen daar. Ja, omdat, om te beginnen, omdat hij eigenlijk geen kunstenaar is. Mm-hmm. En indien hij misschien een paar aanzetten zou hebben tot een kunstenaarstemperament, dan laat hij dat niet aan bod komen. Het is iemand die al bij voorbaat, de verteller dan, geschonden is. Die al bij voorbaat inderdaad wantrouwig is. En dat is het tegenovergestelde van wat een kunstenaar moet zijn. Een kunstenaar moet iemand zijn zonder voorbehoud, zonder vooroordeel. Iemand die zich gewoon geeft. Maar nu, dat is op de eerste laag, in de eerste laag van betekenissen, is dat psychologisch zo. Hè? Maar in het boek krijgt hij een pendant. Niet alleen een rivaal in liefde, maar ook een rivaal in het beschouwen en in de kunstrichting. Namelijk die Bernard. Bernard Waals. Ja. En het is niet ondenkbaar dat die twee de afsplitsingen zijn van één geheel, wat dan harmonisch zou kunnen zijn. Vandaar die tweeling metafoor op een gegeven moment. Er zijn meer indicaties. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de naam alleen al. Ja. Dezelfde letters, met één... Precies. En dezelfde klanken. Beter bij, ja. Mm-hmm. En dat is dan een mogelijke benadering van het boek, waar het zich ontdoet van het psychologisch verslag. Ja. En nu moet je altijd heel voorzichtig zijn met het boek meteen te betrekken op de auteur, maar u heeft het over twee afsplitsingen die één zouden kunnen zijn. Moet ik dan ook aan Hugo Claus denken, of niet? Nee, want ik heb dat gemaakt. Omdat u het gemaakt heeft. Nee, want ik zal toch niet gaan schrijven wat ik ben, want dat ben ik al. Dat is toch geen enkel avontuur. Dat is toch niks te beleven als ik mezelf beschrijf. Maar ik dacht dat het zo mooi, het mooie van literatuur ook was dat je je alter ego's op papier kan zetten. Oh nee, want dan zou ik echt terugdeinzen en achterover vallen van walg en deernis. En die, nogmaals, die Cobra-tijd, dat wantrouwen tegenover wat die mensen daar aan doen waren, heeft dat met u te maken ook? Destijds? Nee. U heeft dus gezegd in een interview, 90% van Cobra is slecht eigenlijk. Nee, dan was ik in een uiterst genereuze bui. Want het is eigenlijk 99%. dat wantrouwen had ik toen natuurlijk niet. Want ik ging wel voor een groot gedeelte op in,
in die, ja, nu moeilijk te verklaren, roes van... Want u mag niet vergeten, het is heel lang geleden. Ja. Niet waar? En toen kwamen de meeste mensen uit de oorlog en hadden een bepaalde kijk op dingen die nu schromelijk, naïef en kinderachtig moet voorkomen. Maar er was iets wat je ook zelden vindt tegenwoordig, een bepaald geloof, hoop en liefde. En zoals bij Koma, de spontaniteit. Nee, de spontaniteit. En men dacht toen dat als je gedichten schreef zonder hoofdletters en komma's, dat beter was dan minder voos, minder onwaarachtig dan wat er tevoren was. Zo, zo spetterde het van invallen en van ideeën. Mm. En dat was uiterst vitaal en krachtig en zeer spannend. Nu, het is pas later dat je ontdekt dat die kinderlijkheid of die naïviteit, dat toch maar geleid heeft tot een reeks van tentoonstellingen van doekjes met olieverf. Niet waar? En dat, Met even grote clichés als vroeger. Ja. Want als je dan niet beantwoordde aan dat vooropgesteld imago, die clichés van Cobra, dan deurde je niet. Maar toch lijkt het erop alsof het toen al niet zo spontaan was als je dat boek leest, Een Zachte Vernieling. Er wordt gezegd, de dichters en schilders kunnen maar beter bij elkaar blijven. Groepsvorming is beter voor de kritiek. Ja, maar terwijl iedereen gedacht heeft altijd, dat het daar heel romantisch en spontaan aan toe ging. Dat het, was een hechte band was tussen die mensen. Er was een hechte band, maar die soms gebeurde op basis van verdediging, mm-hmm. niet waar? Dat frontvorming, ja. Ja. Maar dat sluit vriendschap en niet uit. Mm-hmm. Het is niet omdat je zegt, kijk, we zijn... Maar er was veel jaloezie en zo. Natuurlijk. Mm-hmm. Dat zijn dan ietsje meer de schilders dan de schrijvers, geloof ik. Ja. Omdat de schrijvers, die verdienen toch niks. Mm-hmm. En schilders, als een beginnende beweging aandacht wil krijgen, dan en verkopen. Nou goed, er zijn niet zoveel collectioneurs. En dus als ik een doek verkoop aan meneer X, dan zal die meneer X niet meteen een doek van jou verkopen. Zo banaal en zo kruideniersachtig is het. Maar wat wel heel banaal is bijvoorbeeld, is hoe die André Maartens bijvoorbeeld bij een galeriehouder terechtkomt. Ja. Dat het toeval van een regenbui of dat hij zijn schilderijen niet gefixeerd heeft op zijn tekeningen. En plotseling vindt die galeriehouder dat prachtig. Ja. Nou, dat is eigenlijk heel ironisch. Ja, maar dat is... Voor de kunsthistorie. Hè? Ja, maar zoals altijd zijn er dingen die echt gebeurd zijn het gekste. Want dat is mij namelijk overkomen. Niet in Parijs. Maar ik woonde in ik weet niet of het verhaal onze luisteraars interesseert, maar goed, toch maar vertel. Ik woonde toen in Oostende en schilder te worden. Maar ik had helemaal geen geld om doek en olieverf en zo te kopen. Dus ik maakte werken op het karton van schoendozen. En zoals vaak, uit nood geboren wordt dat een filosofische stelling. Dus ik beweerde dat wat ik maakte vernietigbaar moest zijn. En dus ik schilderde met tandpasta, een lipstick, een schoensmeer, dit soort elementen. Nu spreek ik, meneer, over het jaar 1951 of zo. En dat was toen helemaal niet in de mode. Dat was, daar dacht men niet aan dat het ook maar enigszins kon. Maar goed, dat deed ik dan. Ik had een soort beschermheer. En dat was Herman Terlink, een auteur. En die moest voor de staat, voor de Belgische staat, kunstwerken aankopen van
jonge kunstenaars. En omdat hij van mij hield, kocht hij dat. En dan hield hij helemaal niet van die dingen die ik maakte. Maar dat, ja, dat kon niemand wat schelen. Dus hij dacht dat hij mij een centje moest toesteken. Die werken gingen, zoals alle werken, in de vochtige kelders van het ministerie. En die bleven daar staan. Pas later, toen ik een beetje bekend begon te worden in een zeer kleine kring als schrijver, toen dacht de conservator van het museum van Oostende, tja, ik zal wel best eens een paar van die werken van mijn stadsgenoot hier ophangen in het museum. Ging daar naartoe en wat was er natuurlijk gebeurd na al die jaren, daar stond niks meer op, tenzij een hele vluchtige waas, schaduw van wat ooit de standpasta en die andere ingrediënten was geweest. Dit werd tentoongesteld. En iedereen vond het prachtig. Het was het bijna niets. Het was het aanvoelen van de meest ijle sferen van ons bewustzijn. Maar goed. U had het net over armoede. Ik wil even een klein stukje citeren. Het gaat over Bernard. Dat is dan het eerste hoofdstuk. Dat die André krijgt te horen dat Bernard Walens dood is. En dan denkt hij even terug. En dan schrijft u: Bernard, wijle Bernard, liet ooit in eigen beheer onooglijke brochures drukken met zijn verzen. Die ze beide geïllustreerd hebben met gekleurde houtsneden. De kunstmakelaars scheuren de illustraties eruit en lijstje eromheen 150.000 frank per stuk of daaromtrent. Ja. Is eigenlijk dan de, zeg maar, de ironische. De ironie van Cobra dat het uiteindelijk toch allemaal op geldmakerij is uitgelopen? Zou je dat daar. Ja, goed, maar dat kun je natuurlijk de mensen van Cobra niet verwijten. Nee, maar dat is. Dat is wat er om. Maar dat is wel ironisch, ja. Natuurlijk. Maar ik heb ooit een boekje gemaakt met Karel Appel. Ja, hoe heet het? Paal en Perk? De Blijde en Onvoorziene. Ja, precies. De andere was met konijnen. Ja, want in die tijd dachten we dat we dichters en schilders moesten zijn op elk moment van de dag. Dus we gingen naar een drukkerij en maakten daar ter plekke de nodige teksten en de nodige schilderijen. Of grafische voorstellingen. En toen hebben we daar een soort omzendbriefje van gemaakt, ook met een tekening van Karel. En ik herinner me heel precies dat er drie intekenaars zijn geweest. Mm-hmm. Een museum in Amsterdam. En ik geloof iemand zijn moeder. En nee, goed, nog iemand. Dus we zaten met hele stapels van die dingen. Mm-hmm. En die raakten we aan niemand kwijt. En daarom werd ook die reeks niet verder gezet. Want eigenlijk hadden we zo twee boekjes per week willen maken. Eén stroom. Nee, niemand wilde dat. En aangezien we die stapels zelf hadden, werden die opgeborgen heel keurig en voorzichtig bij de Cobra mensen. Heel slordig en nonchalant en crimineel bij mij. Dus, en later zag ik in Amsterdam hoe ze die plaatjes van Karel Appel eraf gescheurd hadden. En mijn tekst natuurlijk weggegooid. Dat is de bron van mijn ergernis. Zo komt het hierin terecht. Ja. Ja, ja, maar het zegt ook nog iets anders. Hè? Ik bedoel, al die idealen van Cobra destijds. Ze waren anti-kapitalistisch, ze waren anti-formalisme, et cetera. Ja. Spontaan. Ik bedoel, dat is allemaal niet gelukt. Nee, dat, is, niet. Dat is ook de verbittering een beetje ook in deze roman. Vind ja. Maar dat is niet mijn verbetering, hoor. Nee. Nee. Maar het is inderdaad het formalisme van het. De Burcht van Azuur is een oude textielfabriek waarin met gipsplaten ateliers zijn gebouwd. In de schotten die een gang vormen waarop die ateliers uitkomen zitten deuken en barsten, aangebracht door de dichter van Azuur
Hoorne, die als hij dronken is, en dat is hij elke dag na 2 glazen wijn, zijn verzen scanderend op de wanden, tafels, kasten beukt. Nooit op mensen, want Hoorne is tegen geweld. Een lucht van kalk, terpentijn, mest. In Friso Buijls ruimte staan 10 schilderijen tegen de wand. Natte doek ligt op de grond, tussen vodden en kranten. Er is een overvloed aan schril geverfd houten speelgoed, poppen, katten en vogels en gips, vliegers, autootjes. Buijl is een grofgebouwde, jolige, besnorde dertiger. Zijn vrouw Dora heeft een innemend gezicht met een vooruitstekend gebit. Ze zijn net aan het eten. Of we ook iets willen. Brood met hagelslag en thee van frambozen. Nee, die thee is goed voor mensen met darmklachten, zegt Dora. Wij stappen behoedzaam over de vloer tussen de doeken die katten en vogels voorstellen. Nonnie en Buijl raken in een gesprek verwikkeld waar ik geen woord van begrijp. Het gaat over ruimte en de dwang van de materie. Dora vraagt of ik werkelijk geen thee wil. Ik zeg dat ik geen darmklachten heb. Wij wel, zegt zij beschuldigend, door de hongerwinter. Een schichtige jonge man komt binnen met 2 schilderijen onder de arm, bleekblauwe luchten of zeeën, waarin sprieterig getekende kamelen vliegen of drijven. Het is de Assuurschilder Rob Lievens, die net terug is uit Ouagadougou, waar de mensen, zegt hij hartstochtelijk, nog primitief onschuldig zijn en verfrissend goedhartig van natuur. Nonnie keurt de schilderijen. Rob Lievens beweert dat hij ver boven alle dialectiek is uitgestegen. Ik was net op weg om ze te laten inlijsten, zegt hij. Op dit uur, zegt Dora innemend. Hoe vindt u de behandeling van de materie? Ik merk te laat dat Lievens zich tot mij heeft gericht. Gewoon verdund met terpentijn, zegt Buijl. Ineens niet meer goed lachs. Laat die man toch zijn opinie geven, zegt Lievens. Hij denkt dat ik een kenner ben, omdat ik tot de entourage van de koning van Egypte behoor. Hoe ik het vind? Kinderachtig, zeg ik. Ja, hè, roept Lievens. Fris, hè? Zo uit de vingers gegleden. Buijl komt tussen beiden. Dit doek heet Leda en de Zwaan. Hij wijst naar een veld vol klodders en slierten, waarin een geslachtloos gedrocht met een waterhoofd naar een pelikaan slaat. Uitsluitend, zegt Buijl, met de handpalmen geschilderd. Friso is een periode, zegt Dora, waarin hij penseel en paletmes heeft afgezworen. Wie van de twee is Leda, vraag ik. Die. Hij wijst en wrijft met zijn handpalmen over de verf. Het is al mooi droog, constateert hij. Eerst, zegt Dora, noemde Friso het liefde op zeezicht, maar Harry vond het op iets uit de oudheid lijken. Hij zal een artikel schrijven over Friso en de mythologie. Mythologie waarschijnlijk, zegt Nonnie. Is dit boek een sleutelroman of niet? Een hele directe vraag. Zijn er karakteristieken van bestaande figuren die overgenomen zijn? Ja, dat wel.
Maar is het mijn bedoeling geweest om dingen te onthullen over nabestaanden? Nee. Dat, nee, dan is het natuurlijk niet zo. Nee, zo bedoel ik. Ik bedoel het niet in de onthullende, zeg maar, privé. En dat staat dan voor een blad in Nederland, sfeer. Maar ik bedoel het meer, zoals u het zei, hebben uw mensen voor ogen gestaan? Dat moet wel zo. Ja, ja. En u begon net een beetje te lachen dat, toen ik zei, nou, over die alte ego's hadden we het. En toen zei u, nou, die Bernard Walens, ja, dat is geen... ik zou dan niet 1, 2, 3 een bestaand figuur voor kunnen aanwijzen, zei u. Zei u dat niet? Jawel, omdat, omdat ik in de paar recensies die mij opvielen door hun uiterst schrale en nietszeggende benadering, wel kon lezen dat hier vinken ook mee geportretteerd werd, dat het daar appel aan bod kwam. En, nou goed, toen vond ik dat, ja, dat was goed opgemerkt. Maar voor die Bernard heb ik niemand, heeft men niemand kunnen noemen, althans niet, heeft men niet genoemd, nee. Mag ik eens puzzelen? Nou, dat is namelijk helemaal niet zo moeilijk. Nee, wacht even. Nee, dan pak ik even uw reactie zien. Als ik een boekje pak. Remco. Wat is die nog? Dit boekje. Kent u dat? Jazeker, natuurlijk ken ik dat. Hoe heet het? Zegt u het even anders voor? Denise van Hans Andreeus. Ja. En daar staat... Er staat een grote passie beschreven van Hans Andreeus voor een meisje, die ik zeer, zeer goed gekend heb. En die gaat ook in een bepaalde vernieling en rondt haar ook aan. Dus men zou een parallel kunnen trekken tussen beide boeken. Ja. Denise zat in mijn hoofd. Toen hoorde ik die naam, die zei ik hard op Sabine. Toen moest ik aan Denise denken. Toen ben ik dit boekje gaan herlezen, want voor mij was dat ook al heel lang geleden. En inderdaad komt er een scène in voor waarin de hoofdpersoon Bert, heet hij, zich ook niet kan beheersen op een gegeven moment, omdat die vrouw zo onbereikbaar is. En hij randt haar aan, slaat haar met een stuk steen op de gezicht. Ja. Wat ook gebeurt in zachte vernieling. Maar de romanpersonages komen een beetje overeen. Ja. Maar toen ben ik gaan neuzen in de... zeg maar biografische artikelen van Hans Andreeus. En het blijkt dat Hans Andreeus inderdaad dit zelf heeft meegemaakt. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft dat willen doen. Hij heeft daar nooit geslaagd. In een interview zegt hij ergens dat er iets... Ja, hij was op vakantie. Ja, precies. En hij werd gek van de zon. Ja, want hij ging in de zon gaan liggen. En zonder hoedje op. Of zonder zonnebril. En omdat hij nogal gefixeerd was op Hulderlin. En daarom een Empedocles. En dan ging hij in de zon liggen tot hij daar een beetje mal van werd. Ja. En die vrouw van hem, Odile, en in dit boek Denise, die kon dat niet aan. En toen, tijdens een of andere ruzie, heeft hij de enorme aandrang gevoeld om haar een steen op het hoofd te slaan. Maar heeft het dus niet gedaan. Is Odile, Denise, Sabine, is dat een goede lijn of niet? Nee, helemaal niet. Nee. Odile, de bestaande... een vrouw van Andreeus, is natuurlijk Denise van het boek. Ja, dat is regelrecht. Maar die boeken van Sabine in mijn boek, die heeft daar niets mee te doen. Mm-hmm. Maar ja, Hans Andreeus heeft er wel wat mee te doen, denk ik. Want het was nog een heel ander klein... Ik moest nog aan een ander boek denken. Dat is van Simon Vinkenoog, Zo lang te water. Ja. En, nou, ga ik het even opzoeken. Dat heb ik gelezen en toen het verschenen is. Ah. Dat is dan ook weer 30 jaar geleden en sindsdien nooit meer. Dus wat erin staat, weet ik niet.
ik even kijken of ik het kan vinden, hoor. Maar dat was een sleuteltje naar Hans Andreas toe. Hier. Dit gaat dus over Hans Andreas. Bij mijn volgende bezoek aan Holland stond hij, zonder dat ik erop gerekend had, buiten het station om me te wachten. Ik herkende hem eerst niet en vroeg hem, toen hij me eenmaal begroet had, of hij wist dat er inkspatten op zijn gezicht zaten. Heb je zo hard gewerkt? Vraagt Simon Vinken nog dan. Ook hij lachte, het waren granaatsplinters, vertelde hij. Mm-hmm. Die spatjes, die komen... Ja, natuurlijk. Bij je ook voor. Ja. Zo is de puzzel, zeg maar, in elkaar gevallen voor mij. Ja. Maar goed, dat vind ik heel knap. Mm-hmm. Ja. Dus het is toch wel een requiem voor Hans Andreas dan, dit boek? In zoverre wel dat ik er rekening mee gehouden heb. Maar dat het van geen enkel belang is voor de lezer dat hij dat weet. Mm-hmm. Hij hoeft dat niet te weten. Hij kan met de Bernard, met mijn boek, omgaan als tuurlijk. Met een zelfstandige romanfiguur. Hij hoeft het niet te weten om daar een dichterbij leeswellust te krijgen. Maar waarvoor iemand die het weet, krijgt het boek een aantal extra dimensies. Natuurlijk, ja, dan wel. Ook al omdat u speelt met bijvoorbeeld een aantal dingen. Die bundel van Hans Andreas, die gaat De Blinde Buurman heten. Maar Andreas staat bekend als de lichtdichter. Ja. Dat zijn toch... Ja. Dat zijn ironische stootjes. Ja, maar daar... Kijk, als het je als lezer amuseert om naast de gewone vertelling allerlei bijzonderheden van een beetje manieristische aard te kennen, dan zit je hier goed, want ik kan er hier nog een aantal noemen. Want kijk, als je werkelijk interesseert, dan is er nog een lijn die te trekken valt tussen dit boek en een boek van Raymond Queneau. Want het is niet voor niks dat het motto voorin van Queneau is. Mm-hmm. En een van zijn allermooiste boeken heet Odile. Die dus de naam draagt van de echte vrouw van Andreas. Mm-hmm. En als je ziet bijvoorbeeld, op een bepaald moment komt bus van lijn S ter sprake. En die bus, dat is het grote bestanddeel van een boek van Queneau, Exercice de Style. Die verteld is door Remco en Rudy Kousbroek. Remco Kampert en Rudy Kousbroek. De naam van de vrouw waarop Queneau in dat boek verliefd is, familienaam, komt hierin voor als de naam van de moeder van André. Begrijp je? Dus als je dat... Maar hoe komt dat? Dat is toch best interessant om eens over te praten. Hoe komt dat samen voor u? Hoe werkt u dan? Ik bedoel... Omdat ik denk, ik moet een bus hebben. Waarom? Want u verstopt toch dingen dan? Ja, natuurlijk. Uh-huh. Ja, dat doet u toch niet voor niks? Of doet u dat gewoon uit eigen pret, binnenpret? Ja. Ja? Uh-huh. En voor een paar vrienden. Uh-huh. Dan... Dus ik ben eigenlijk een indringer met dit Nee, helemaal niet. Het is uit te puzzelen. Het is bijvoorbeeld een hommage aan Queneau, waarin je zelfs, als je dat in een goede computer zou stoppen, die zou geprogrammeerd worden op stijloefeningen, stijlfiguren, dan zou je zien dat de stijl van dit boek heel dichtbij Queneau staat. Veel meer dan bijvoorbeeld in mijn andere werken. En bijvoorbeeld dat liedje My Funny Valentine, is dat ook met opzet erin gestopt? Omdat een boek van Hans Andreas heet ook Valentine. Ja, bravo, mijn compliment. Maar goed, nu, ik heb eindelijk het gevoel dat er iemand iets van literatuur begrijpt. Want zo functioneert dat. En niet anders. Niet met bedoelingen van filosofische aard die dan geïllustreerd worden. Maar, zoals ik op die manieristische manier waarover ik daarnet vertelde, allerlei gegevens inbouw die versluierd blijven voor 99% van mijn lezers, zo zijn ook ingebouwd reële eigenschappen van
mensen, maar die door het feit dat ik ze gebruik in een andere context niet meer direct daarop kunnen slaan. Nee. Want onthult de keuze, u ook niet? De keuze die ik doe van de details die ik ontleen aan het dagelijks leven, die keuze maakt dat als ik ze in een fictie onderbreng, dat ze per definitie niet meer slaan op die mensen. Kijk, die Andreas figuur in het ware leven is zo ongemeen veel interessanter en rijker en spannender en intrigerender dan wat ik in die 180 pagina's heb kunnen oproepen. Dus dat, het gaat niet op om daar echt een vergelijking in te zien. Bernard zit gehurkt op de plek waar gewoonlijk de ratten zitten. Hij zit voorovergebogen, zijn mond beweegt. Hij keuvelt met de rat die onder een straatrooster is gevlucht. Hij blijft langs me heen kijken. Hij zit op een laag olievat. Wat scheelt er? Men heeft mij belasterd. Men roddelt over mij. En dat kan maar van één iemand komen. Er is maar één iemand die op de hoogte was. Verder kan ik hem niet meer verstaan. Ik merk dat ik ook niet kan verstaan wat ik zeg. Twee lamlendige stemmen vlakbij een microfoon die niet meer werkt. André, kerel. Bernard, vent. Geheugen uitschakelen. Nogal wiedes. Niet met die chemische middelen, maar door de wil. En of. De blinde buurman is af. Af wat? Afgegaan? Afgemaakt? Wie is je buurman? Ken ik hem? Een boektitel, 33 pagina's. Ottava Rima. Gefeliciteerd. Hij spuurt de sherry uit, lurkt aan zijn fles wijn. Dank je, André. Je bent een broer. Waar gaat die blinde buurman over? Over onzin. Maar nobele onzin. Juist. Ik wil over zijn haar aaien. Leeft je moeder nog? Wie vroeg mij dat ooit? Sabine's grootmoeder. Wat kon het haar schelen? En wat gaat het Bernard aan? Waar halen ze het lef om naar mijn moeder te vragen? Ja, ze leeft nog. Ik moest in het leger. Mijn moeder wou dat niet. Na de oorlog, met hoornen. Hij verslikt zich en ik sla op zijn rug. Hoornen is er aan ontsnapt. Hoornen verde zijn lippen met oorbellen aan naar de keuring. O, sergeant, wat doet u vanavond naar de dienst? Wat heeft u schattige wenkbrauwen? En meteen afgekeurd. Ik durfde dat niet. Mijn moeder zei, doe alsof je een gevaarlijke gek bent. Maar dat durfde ik ook niet. Ik werd stil gek, van binnen gek, katatonisch gek. Ik gaf verkeerde data op. Ik verpestte alle tests. Maar ze zijn slim. Ze geloofden mij niet. En ze kwamen controleren thuis. Mijn moeder op het onverwachts. Steeds weer. Moeder en ik in de piepzak. Wanneer komen ze? En dan gek, stil gek, van binnen gek spelen. Op de sofa. En na een tijdje vind je dat niet meer gek. Maar aanlokkelijk. Zonder geheugen. Mijn buurman is blind en doof. Hij kan verrotten.
Ik had Sabine nooit moeten ontmoeten. Maar wij moeten verder roeien over het zwarte water en terug en niet achterom kijken. En tussen ons het zwaard, hij ratelde maar door, verzwakte, niet veel sterker dan het geruis en gescharrel in de riolering van onze vrienden, de kale knagers. Het is ook een roman over de ouderdom eigenlijk, vond ik. Het gaat over het gemijmer van een oudere man over wat zich 30 jaar eerder heeft afgespeeld. Ja. Toen we nog heel mooi recht konden pissen, staat er. Precies. Denkt u veel over ouderdom? U wordt ouder? Ik weet het niet. Is het iets om over na te denken als je ouder wordt? Ik bedoel, hoe ouder u bezig? Ik heb ook niet over mijn jeugd nagedacht toen ik jong was. Nee, maar, ik heb ook niet over mijn middelbare leeftijd. Nee, maar mensen die ouder worden, zijn zoals die gaan wat meer... spinnen. Ja. Over het oud worden. Nee, goed, je weet natuurlijk wel, hoe ouder je wordt, hoe makkelijker je kunt berekenen hoeveel zomers je nog zal zien als je de gemiddelde leeftijd van iemand in acht neemt. Niet waar? Maar sommige mensen worden daar vrolijk van en anderen die worden daar... als je wilt weten of ik daar elke dag over zit te dubben, dan is het antwoord niet in het minst. Kijk, wij lopen heel af en toe de 250 meter om het hardst en dan win ik op elk terrein. Dus, wijst u even naar Veerle. Ja. Ik wijs nu naar een jonge, bloeiende vrouw die mij brugstarwebier inschenkt. Maar die u nog niet voorbij kan lopen. Ik kan er niet voorbij lopen. Nee. Letterlijk en figuurlijk. Jaren geleden kon ik dromen, o infantiele profetische ziel, van de dingen die zouden komen, fataal als de uitvinding van het wiel. Nu is de wereld sterfelijk als ik en daarmee uit. Alleen onzekerheid geeft mij een kick. Ik geloof geen fluit. Dromen jaag ik naar de zolder waar de domme kinderen wonen. Ik lieg. Er is nog één dolle kolder en dat is zij waarover ik bericht in dit gelovig klinkgedicht, de laatste van mijn demonen. Unphotographable, yet